leuk dat je op deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik voor vandaag een DM shoplog. En ik lieg niet dat het dit keer echt een hoop is, want ik heb hier echt een hele volle tas naast me staan. Met allemaal producten van de DM die ik graag met jou wil delen. Dus als je benieuwd bent wat ik heb geshopt, blijf dan vooral kijken. Vergeet niet deze video vast een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel beginnen. Voor de mensen die nog niet bekend zijn met de DM. DM is een drogisterij in Duitsland. En ja, de Action is goedkoop. De Kruidvat heeft ook af en toe wel eens aanbiedingen. Maar de DM die staat echt wel bovenaan mijn lijstje als het gaat om low budget. Prijzen in Duitsland zijn sowieso heel anders dan in Nederland. Ik koop meestal gewoon het huismerk en dat is al spotgoedkoop. Maar ook producten zoals Garnier en L'Oréal kun je ook een stuk goedkoper kopen bij de DM. Ik ga altijd naar de DM in Tudderen, als ik het goed uitspreek. Vind ik zelf een heel fijn filiaal. Ik ben ook wel eens in Aken geweest als ik dan naar zo'n kerstmarkt ging. In principe kun je best wel in veel Duitse steden op zoek gaan naar een DM. Ik vind het een hele fijne winkel. Ik was er nu toevallig in de buurt omdat ik Liv had afgezet bij mijn moeder. Die ging daar een aantal dagen logeren. En toen dacht ik, ga gewoon heel eventjes langs de DM kijken wat ze hebben. Het plein waar ik dan naartoe ga in Tudderen heeft ook een Aldi, een Lidl, een Kik. Een Edeka, als ik het goed zeg, zat er ook. En er zat nog zo'n eurowinkeltje. Echt wel de moeite waard als je zoiets hebt van, ik wil een keertje gaan kijken. In ieder geval laat ik heel eventjes de tas zien, want dan kun je zien hoe vol dat die is. Kijk, het is echt een flinke tas, want ik durfde het niet zo goed aan met de plastic tasjes daar. Dus ik heb maar gewoon meteen een grote shopper gekocht. En dit is ook wel een heel leuk model, moet ik zeggen. Er zitten twee lussen aan. Stevig model, dus dat kan ik ook meenemen als bijvoorbeeld een keer een dagje gaan zwemmen of naar het strand gaan. En hij is gewoon lekker gevuld, dus we gaan gewoon snel beginnen. Ik had wel een bonnetje, maar die is inmiddels denk ik in de prullenbak beland. Ik kan proberen dat ik hem nog terug kan vinden en dat ik alle prijsjes of hier ergens in beeld neerzet of dat ik dat in de beschrijving ga doen. Maar ik kan je vertellen, misschien is het duurste product van heel deze video maar 4 of 5 euro. Dus dan heb je een beetje een beeldvorming. Nou, ik ga er meteen al iets heel huishoudelijks uithalen, want ik kocht toiletblokken. En ja, dit is ook echt een stuk goedkoper dan bij de Action. Daar betaal je 79 cent voor 1 en hier was ik 99 cent kwijt voor 2. En dit is in de geur Flower en dan is aan de ene kant is het gewoon een tablet en aan de andere kant wordt dat van dat blauwe water. En dan kan je vertellen, deze tas die staat hier al een aantal dagen om uitgepakt te worden. En het hele huis ruikt echt naar deze bloemengeur. Gewoon een lekkere bloemengeur, niet die muffe roze geur die wel eens bij je oma in het toilet hangt. Maar 2 stuks voor 1 euro, dat wist ik dan nog wel. Ja, top. Haal ik hier ook een verpakking met een navulling voor je zeep uit, want we hebben boven een pompje toevallig, hier beneden hebben we Liv is een beetje bezig met het maken van zelf zeepjes, dus ik heb hier beneden een hele stelling aan zelfgemaakte zeepjes liggen, maar ik heb boven nog gewoon een pompje en ik had een nieuwe navulling nodig. En van deze wist ik toevallig ook nog de prijs, want ik zag dit staan en ik dacht, dit is niet normaal goedkoop. Hier zit 500 milliliter in en het was dus 55 cent. Ja, hoe dan, weet je? Dit is in de geur kokos en ik denk dat het perzik is. Mijn Duits is niet zo heel erg goed, maar ik denk dat het aan het plaatje te zien dat het een perzik is. Ik weet even niet meer waar ik ben gebleven, maar er werd even aangebeld, dus ik ben heel eventjes uit mijn verhaal. Maar volgens mij was ik aan het vertellen dat je van deze verschillende geuren had. Je had ook gewoon de dispensers met zo'n pompje. Ja, wat ik al zei, ik had al een pompje, ik had alleen die navulling nodig. Ja, 55 cent, echt niet normaal goedkoop, dus daar ben ik ook echt super blij mee. En eerst twijfelde ik van, zal ik extra meenemen, maar ik weet ook met zulke producten, als dat langere tijd blijft staan, dan gaat natuurlijk de geur er een beetje van af. De werking weet ik niet zozeer, maar ik vind het ook niet zo lekker als je dan je handen was met zo'n vieze geur die al langere tijd in de verpakking zit. Dan haal ik er ook uit nieuwe scheermesjes. Ik vind dit gewoon prima scheermesjes. Ik gebruik ze ook van de Action. En dan heb je ook met 2 van die mesjes. Ze hadden ook met 3 mesjes, maar dan ben je wel weer iets duurder uit. De glijstrippen bevatten aloe vera en vitamine E. En dit zijn er 10. En dit was volgens mij ook maar tussen de 1 en 1,50 euro. Maar ik zal zoveel mogelijk proberen, ja, als ik de bon nog kan vinden, qua prijzen te zetten in de beschrijving. Maar ik kan in ieder geval weer eventjes vooruit. Ik vind dit, ja... Heel veel mensen hebben hier altijd een mening over. Van,
investeer dan gewoon in een goed scheermachientje of in een goede scheermessen. Ik heb in het verleden ooit wel eens die Venus gehad en dat werkte gewoon niet voor mij. En deze dus wel. Dus ja, dat ik die dan ga halen bij de DM of bij de Action op zich qua prijs maakt het niet zo heel erg veel uit. Ja, ik ben blij dat ik deze in ieder geval nu heb. Haal ik er hier een Sensitive Wash Gel uit van Balea voor mannen. Die heb ik voor Jorg gehaald omdat hij de laatste tijd best wel wat last heeft van een wat droge huid. En hij het ook gewoon wel heel fijn vindt om toch tijdens zijn douchebeurten zijn gezicht ook goed te wassen. Reinigt, bevat ook aloe vera en magnesium. En hier staat ook inderdaad voor de droge en gevoelige huid. Dus ik ben benieuwd wat hij daarvan gaat vinden. Ik kreeg trouwens laatst, vond ik wel grappig, een reactie van iemand onder een video die zei van koop je eigenlijk nooit niks voor je man? Jawel, ik koop wel geregeld voor mijn partner. Qua kleding doe ik dat minder dan voor mezelf en voor de kinderen. Hij heeft er allemaal niet zoveel om. Maar ook qua producten, ja weet je, hij heeft zoiets van ik ben gewoon blij met één douchegel en één bodylotion bij wijze van spreken. En ik ben dan toch zo'n pietneut die van alles gaat proberen. En meestal gebruikt hij ook gewoon mijn producten. Bijvoorbeeld, ik heb hier nou ook een aantal flacons aan voetcreme liggen. Ja, of dat ik die nou voor mezelf koop of voor hem. Ja, maakt in principe niks uit. Maar ik koop dus ook wel degelijk spulletjes voor mijn partner. Eens even kijken, wat haal ik eruit? Nou, ik denk dat ik die er even allemaal uit ga halen. Ik heb er een aantal gekocht. En die haal ik ook altijd lekker op voorraad. Want deze weet ik ook uit mijn hoofd. Deze zijn volgens mij 55 of 58 cent. En dat zijn de douchecremes. En daar zit 300 milliliter in. En ook ideaal om mee te nemen op vakantie. En ja, dat schap, het gaat helemaal nergens over. Want dan loop je door die gang heen. En gewoon één hele gang staat gewoon gevuld met allerlei verschillende soorten Balea douchecreme. En kijk even hoe leuk dit er allemaal uitziet. Als je dit zo toch in de schappen ziet staan, dan word je er gewoon instant happy van. Ik heb hier eentje. Ja, dit gaat alweer alle kanten op. Iets met amandel, als ik het goed zeg. En nog iets met een of andere bloem. Maar ja, die had ik de vorige keer ook. Vond ik heel erg lekker. Ik heb hier Summer Paradise. En daar zit kokos in. Ja, dan ben ik sowieso al verkocht. Toch ook gewoon een hele leuke verpakking dit. Dan heb ik hier Nice to See You. En met magische schuimdouche. Oké, dat had ik niet gezien. Maar ook deze rook heel erg lekker. En deze koos Liv uit. I'm not like the others. Ook super schattig. En in deze lijn hadden ze echt heel veel verschillende producten. En Liv heeft dat al op internet ergens voorbij zien komen. Dat dit dus een nieuwe lijn is van DM. Wat een beetje gericht is op de tieners. Maar ook een hele fijne geur. Ja, wat ik al zei. Voor 55 of 58 cent per fles. Ja, dan ga ik gewoon inslaan. Ook als het gaat om kattenproducten ben je daar best wel voordelig uit. Ik kocht namelijk 2 zakjes met kattensnoepjes voor 80 of 90 cent. En dan heb ik hier eentje met kattengras en hier eentje met kip. Denk eend en truthahn, heb ik geen idee wat dat is. Maar ja, mijn katten vinden dit gewoon super lekker. En dan heb ik ook weer eventueel een voorraadje voor ze. Bij binnenkomst zag ik dit al staan. Een transparante zonnespray. En ik heb 9 van de 10 keer gewoon de zonnesprays van de Action. Maar ik vond dit wel interessant. Want ik vind het gewoon echt heel... ik ben zo'n pietneut. Ik smeer heel veel zonnebrandcreme omdat het gewoon heel snel verbrandt. Ook Jax is gewoon zo iemand. Te gevoelig huidje daarvoor. Maar toch hou je altijd een beetje zo'n witte waas als je bijvoorbeeld dan het zwembad in bent geweest of de zee. En dit is gewoon een transparante spray dat ik dacht, nou dat vind ik wel de moeite waard om uit te proberen. Ook staat erbij voor de gevoelige huid. En het is ook gewoon heel fijn als je dan aan het sporten bent of aan het zweten. Dat je dan niet van die witte strepen krijgt, maar gewoon, ja, gewoon normale doorzichtige strepen. Factor 50 van Sundance, ook van DM, eigen merk. Dat is ook niet zo heel duur. Volgens mij was dit het duurste product van heel deze shoplog. Ik ben niet bekend met zonnebrandcreme van DM. Mijn moeder gebruikt het wel overigens heel vaak. En die is er altijd wel heel erg over te spreken. Maar ik dacht, nou ja, weet je, voor 4 of 5 euro neem ik het gewoon mee. Dan haal ik er ook nog een aantal hele gezellige... Oh nee, ik had er maar 2. Ik dacht dat ik er meer had. Hele leuke maskers uit. Die waren ook echt super goedkoop. Een Milky Kokos sheet mask. En ik heb hier een Fruity Rainbow Sheet Mask.
Ja, alleen al die verpakking, daar word ik toch gewoon instant happy van. Ik vind sheet masks gewoon super fijn. Ik heb er nog een aantal van de vorige keer toen ik naar de DM ging. En ik zag deze twee liggen en ik dacht, ja, weet je, voor dat geld gaan ze gewoon mee. Ik heb nog de bon van de Aldi en nog de bon van de Teddy was dat. De Teddy is een beetje zo'n goedkope action winkel. Maar ja, schappig, want die twee bonnen heb ik dus niks zoveel aan. Ik ben dus op zoek naar de bon van DM. Ik denk dat ik het weg heb gegooid. Dan haal ik hier een peeling gel uit met, hoe heet dat? Oh, ik vind het zo erg dat ik dit allemaal niet zo goed kan lezen. Maar het is voor de normale huid. Ik gebruik iedere ochtend sowieso wel een gezichtsfoam. Maar af en toe vind ik het ook wel lekker om een beetje een scrub te hebben. En ik heb deze al een keer eerder gehad en is gewoon een heel fijn product. Lekker verkoelend ook. En ja, voor dat geld. Oh, hier met aloe vera. Dat zijn die plantjes die erop staan. Fijn product. Goed, ja. Goede prijs ook. Dus ja, die heb ik ook weer even eentje aangeschaft. Dan kocht ik ook van Balea eigen merk de Limited Edition Coconut Kiss Lip Balsam. Ja, als iets kokos bevat, dan ben ik eigenlijk al om. En ik heb met mezelf afgesproken, in iedere tas doe ik standaard gewoon. Ik heb nog een lipbalsem, ik heb ook nog zo'n potje. En ik had dus mijn standaard tas die ik meenam. Heb ik dus helemaal niks als in gewoon een, ja, wat is het? Een labello stick. En ik zag deze liggen. Deze was ook echt super goedkoop. Dus ik dacht, nou, dan gaat die gewoon in die tas. Ik ga hem gewoon er even uithalen en kijken wat het qua geur doet. Ja, dit is gewoon zomer in een labello stick. Super lekker. Super budgetvriendelijk. Dus daar ben ik ook super blij mee. Hier nog een flacon met douche gel. Maar dit is wel een hele leuke. Dit is namelijk een After Sun douche gel. Die heb ik vorig jaar ook aangeschaft. En dat vond ik echt een heel fijn product. Zeker als je een beetje bent verbrand. Dan is het wel lekker als je dan gewoon gaat douchen. Maar dit zorgt dan toch een beetje voor een bescherming slash verkoeling. Deze is, als ik het goed zeg, 1,56. Want ik heb hem vorig jaar ook aangeschaft. En ik dacht dat die 1,56 was. Maar dit ruikt ook echt heel erg lekker. Ook wel een beetje die standaard After Sun geur. Maar echt een heel fijn product. Dus als je dan een beetje verbrand bent en je gaat s'avonds gewoon douchen, dan is dit eigenlijk wel een hele fijne. Wordt wel geadviseerd om daarna ook nog gewoon in te smeren met After Sun. Maar dan heb je in ieder geval al de eerste verkoeling op je huid zitten. Dus heb ik ook maar weer gehaald. Iets wat je ook heel voordelig kan shoppen bij DM is make-up. En ik heb al geregeld make-up gehaald bij DM. En nu heb ik ook weer wat nieuwe producten gehaald. Zoals je hier kan zien, wat leuke lipglossjes. Deze is voor Liv, de Trend It Up Hot Like Pepper Plumping Lip Gloss. Ik ben zelf niet zo fan van die plumping lipglossjes, want daar zit een soort pepertje in. En eerlijk is eerlijk, ik heb dus een keer zo'n lipgloss geprobeerd. Nou, ik had daar denk een allergische reactie op. Want ik had aan het eind van de rit zulke dikke lippen en ze waren zo gevoelig. En denk, dit vind ik dus helemaal niks. Maar Liv vindt het wel heel interessant. En dit was ook echt super goedkoop. Ik denk, nou ja, probeer het maar eens. Ik zie dat ik ook steeds meer een glimhoofd ga krijgen. Maar het is momenteel best wel warm als ik deze video aan het opnemen ben. Dus ja, mocht er opeens een beetje glim voorbij komen, dan weten jullie waaraan en waaraf. Probeer het even zoveel mogelijk een beetje weg te smeren. Daarnaast heb ik voor mezelf ook nog twee lipglossjes gehaald. De Power Shine. En de ene is met een beetje een roze ondergrond. En de andere een beetje, ja, heb ik al een beetje in mijn achterhoofd voor dadelijk het najaar. Een beetje een bronzige ondertoon. Super leuke glossjes. Ook niet te veel shine, maar wel gewoon een mooi glittertje. Zit ook heel lekker op de lip, want ik heb ze al een keertje uitgeprobeerd. Dus die heb ik ook voor mezelf aangeschaft. En ik kocht ook van Trend It Up deze Everlasting Matte Non-Transfer Liquid Lipstick. En ik heb hier toevallig ook al een lippotloodje van. En ik vond dit eigenlijk wel een hele fijne, ja, neutrale kleur, laat ik het zo zeggen. Gewoon een alledaags kleurtje. Fijn om mee te nemen ook in je tas om even je lipstift bij te werken. En ik vind zelf matte lipstift gewoon heel erg mooi. Dus die heb ik ook aangeschaft. En als laatste, ja, hier komen we dus bij het stukje met een product wat ik dus wel voor mezelf heb gekocht. Maar waar mijn partner ook gewoon gebruik van maakt. Dat is namelijk voetencreme. Ja, en daar hebben ze ook echt een schap voor voetencreme. Daar zeg je u tegen. Eentje die ik al een keertje heb geprobeerd. Die heb ik dit keer niet aangeschaft. Niet zozeer omdat ik hem niet fijn vond. Maar ik vond gewoon de geur best wel heftig. Dat was met die tea tree. Verder een heel fijn product. Maar ik hou dan zelf niet zo heel erg van. Ja, ik vond het nog best wel een overheersende geur.
Ik ben nu voor deze gegaan en deze is voor de hele gevoelige of de hele droge voeten. Nou ja, ik werk veel op slippers en ik heb gewoon geregeld last van wat kloofjes en wat eelt en wat, ja, dat de velletjes loslaat. Oké, maybe too much info, maar jullie snappen misschien wat ik bedoel. En deze is gewoon extra vet en gewoon heel fijn om aan te brengen. Ik heb deze nog niet geprobeerd, maar ik hoor hier wel hele goede verhalen over. Dus ik heb die aangeschaft. Dan heb ik hier een voet- en nagelbalsem aangeschaft. Deze is, even kijken, met shea butter en met vitamines. En deze rook ook gewoon heel erg lekker. En dit is hetzelfde, maar dan voor de handen, een hand- en nagelbalsem. En dit is met kamille. En dit was ook gewoon een hele fijne. Er stond bij dat je het ook eventueel voor de voeten kan gebruiken. Maar ik denk, ik heb nou toch al twee voetproducten. Dus ik gebruik deze lekker voor mijn handen. Hetzelfde verhaal eigenlijk als met de voeten. Ik werk als poets en ik zit veel met mijn handen in de sop. En daar drogen mijn handen gewoon heel snel van uit. Dus dan is het wel gewoon fijn om een goede vette handbalsem in mijn tas te hebben zitten. En dit was ook allemaal super goedkoop. Volgens mij heb ik per flesje nog geen euro betaald. Maar nogmaals, ik ga gewoon kijken of dat ik de bon nog kan vinden. En ik zal de prijsjes in de bio zetten. En dan is de tas van de DM weer leeg. En heb ik hier weer een bank vol met producten liggen. Waar ik gewoon heel erg enthousiast over ben. Mocht je het nou een keer leuk vinden om ook naar de DM te gaan, laat het me zeker weten. En mocht je nog wat informatie willen, dan kun je dat zeker eventjes in de reacties achterlaten. Ja, wat ik al zei, ik ga heel graag naar die van Tudderen. Omdat dat voor mij dan het dichtste bij is. Maar ik heb meerdere mensen die ik volg op social media die dan andere DM's bezoeken. En op zich, ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar mocht je toch willen weten waar dat is geweest, dan kan ik dat ook altijd aan je laten weten. Want ja, ik sla dat wel allemaal gewoon op mijn telefoon. Ik ga dit in ieder geval allemaal eventjes opruimen, even een plekje geven. En dan ja, ga ik deze video ook bij deze afsluiten. Vond je hem leuk? Doe dan eventjes die duimpjes omhoog. Abonneer je nog eventjes gratis en verblijf op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En graag tot volgende week weer. Doei!